Sander, wacht even. Dat wil ik even weten. Ik heb een vriend. Ja, maar dat weet iedereen ook. Nou, dat weet iedereen. Ja, maar jij bent de big. Maar ik vind hem leuk. Positief. Ja. En hij vindt mij ook leuk. Nou, nog wel iets meer dan dat, denk ik. Oh jongens, geweldig zeg, dat heb ik thuis niet eens dit. Ja, heel leuk. Ja, ik wil een eitje. Ik heb expres nog niks gegeten. Ja, heerlijk. En hebben jullie vanaf het begin besloten, we gaan gewoon Nederlandstalig? Ja, dat is eigenlijk, want we hebben altijd wel Engelstalig en Nederlandstalig door elkaar heen gedaan. En in principe vind ik Engels eigenlijk ook wel heel erg leuk. Maar ja, teksten, je woordenschat in het Nederlands is toch net iets groter dan in het Engels. En omdat ik emoties leuk vind in liedjes, is het toch iets makkelijker om een emotie weer te geven in het Nederlands. Dus toen, en gewoon ook om lekker simpel en recht voor z'n raak, recht voor z'n raap teksten te maken. Niet te moeilijk, dat was eigenlijk een beetje de insteek van Volumia. Dus, nou ja, het is allemaal best een beetje gelukt. Als je lekker rijdt. Ja, kom maar. Ja, man. We hebben één kapot ei en één heel ei. Ik wist niet wat je lekker vond. Dus nou, nee, maar ik vind het lekker. dankjewel. Ik weet niet precies wat ik zou willen doen. Ik vind het tot nu toe echt allemaal onwijs tof. Voor mij, bij mij is het altijd alleen maar om de passie gegaan. En of mensen het nou leuk vonden of niet, had ik ook vette schijt aan. Ja. Want sommige mensen vinden het echt vreselijk Volumia. Ja. En die vinden mij echt een glijpaal. En sommige mensen vinden het fantastisch. Maar doet je dat helemaal niks? In het begin wel. Ja. Omdat je gewoon. Maar net zoals bekendheid. In het begin is dat heel erg leuk. Want het is alles wat nieuw is, is natuurlijk leuk. Maar alles wat niet gedoseerd is, is kloten. Op een gegeven moment ben ik ben echt één jaar helemaal van de kaart geweest van de bekendheid. Dat ik echt dacht van kut, dan moet ik weer naar de winkel. En dan wie moet ik nu gaan ze me weer wat vragen. Ja. En dan zat ik echt in de auto, echt een soort van half te shaken. Dat ik, nou, maar volgens mij gaat het ook zo snel. Ik kreeg een brief van mij, waarin al stond dat ik in de krant stond en dat ik acteerde in Den Haag en nog een zangles had gehad. Nou, ik heb nog nooit geacteerd. Nou, laat maar niet beginnen over zangles. Ik had het echt van, nou. Is dit soort tv, zeg maar. Alleen kaas. Is echt maar een beetje heel erg populair geworden de laatste tijd. Ja. Maar je ziet meestal op het einde dat mensen heel fel worden tegenover elkaar. Ja, maar wat wil je? Drie maanden op elkaar zien? Ja, nee, hallo? Precies. Ja. Maar jullie vinden elkaar toch wel leuk? Ik denk dat... Ja, goed zo. Laat ze het ook zien. Dat laten ze zeker zien. Nou, Sander, wacht even. Dat wil ik even weten. Ik heb een vriend. Ja, maar dat weet iedereen ook. Dat weet iedereen. Ja, maar jij bent de big. Maar ik vind hem leuk. Positief. Ja. En hij vindt mij ook leuk. Nou, nog wel iets meer dan dat, denk ik. Het is echt niet zo. Hoe kom je tot een nieuw liedje? Ja, dat is echt heel erg verschillend. Soms dan heb ik echt een ruzie met mijn piano. En dan doe ik echt een maand helemaal niets. Dan lukt het ook niet. Dan word ik ook gek, denk dat het nooit meer kan. Maar je probeert wel als een keer. Ja. Nee, ik heb echt haat en liefde gevraagd. Maar ik probeer wel heel veel, ja. Maar nu heb ik dan weer een periode dat het begint te borrelen. En dan, nou, dat wordt Wendy ook helemaal gek van me. Want dan ben ik echt heel de nacht ook. Ik slaap zelfs en dan word ik wakker en dan ga ik weer naar de piano. En dan, dat is echt heel stom. Ik vind het heel gezellig. Ja. Maar ik moet me ook aan de tijd houden. Ik wens iedereen succes, maar vooral jullie twee. Ja. Want je gunt het niemand. Nee, het moet. Ja, dat is wel klote, hè. Ja. Maar ja, het is het lot. Hey, ik vond het heel erg gezellig. Ja, was heel leuk. Hey, hartstikke veel succes, hè, dankjewel. Allemaal. Dankjewel. Ja. Dag lief. Tot ziens. Nou, kop op. Ja. Nou, jij ook. Ja. Alles komt goed. Alles komt goed. En als het niet afloopt, ik zeg altijd maar, dan heeft het zo moeten zijn. Ja, ja, absoluut. Komt er weer wat anders op je pad. Met Bobby! Ik vond het leuk. Hij was lief. Ja. Zo knap. Hij was heel knap. Ik wist niet dat hij het echt zo knap was. Hij is echt leuk. Echt leuk. Oké, Jan Dik, jouw mening? Ja. Ja, ik vind een hele leuke... Gozer. Leuke gozer. Ik ook. Heel leuk. Oh, maar hij is ook zo'n gozer die je altijd het gevoel kan geven van ja, maar ik vind jou ook leuk. Ja. Aha. Ja. Vals. Ja, dat vind ik zo gemeen altijd, dat soort jongens. Ja. En dat heeft hij wel een beetje. Wat? Glijpaal. Dat hij zo'n gevoel overgeeft van ja, maar ik vind jou ook leuk. Ja. Dat heeft hij heel erg, vind ik. Ik ben er helemaal een beetje opgefokt van. Ik ook.
Ja, nee, niet omdat ik naar Smoor verliefd of zo ben of zo hoor. Maar hij is onwijs leuk. Ja. Ik ben wel verliefd op Xander. Ja, maar dat vind ik stom, dat wil ik niet zijn. Wat? Nou, dat vind ik echt stom, dat ga ik ook niet zeggen. Wat? En hij is lang, man. En ja. Iemand die lang is. Ja. Hij is toen een kleine showbiz mensen. En ik zag Sharon en ik dacht ineens, ben jij klein? Sharon gaat zich dan toch bemoeien met Tessa en Karin. Oh,